Nou, dan maar zo. Ik denk dat ik vandaag maar weer begin met vloggen. Want ik ga nu onderweg weer naar Amsterdam. Vandaag gaan we met een heel gezellig groepje eerst naar een festival. Heel veel zin in, hoewel het weer wel echt heel erg lekker grauw is. Maar dan mag de pret niet drukken. Weet je, ik heb maar een kleine camera. Maar hoeveel van die vloggers zit met van die huge-ass camera's? Ik krijg gewoon een lamme arm. Maar goed, dan blijf ik dus slapen in Amsterdam bij mijn nicht Vivian. Want morgen gaan wij samen naar Parijs voor Fashion Week. Wat is dit? Vanuit het altijd gezellige Parijs. Goedemorgen. De dag dat ik naar Chin Chin Festival ging, ging alles mis. Ik heb er 3 uur over gedaan met de auto om van Den Bosch naar Amsterdam te komen door de files. Toen was ik natuurlijk veel te laat en ik moest me nog klaarmaken. Kortom, heel erg gehaast, waardoor ik helemaal niet heb gedacht aan het filmen. Waarschijnlijk hebben jullie hiervoor wel een aantal beelden gezien die ik toevallig heb. Toen gisteren was ik redelijk brak. Koffers ingepakt, talies genomen en naar Parijs gegaan. Gisteravond hier aangekomen in een super chill hotelletje. Ik ben namelijk alleen, zoals jullie zien. Kijk, Parijs hotelkamers zijn niet groot, maar Fies zit nergens verstopt. Zij moet vandaag de show van Nathan lopen. Waardoor ik een middagje alleen ben. En aan het eind van de middag ben ik te gast bij de show. Nee, hoe zeg je dat? Mag ik bij de show aanwezig zijn? Ik vind het dus nog heel erg lastig hoeveel ik nou in een vlog moet laten. Want ik zie altijd best wel veel mensen heel veel kletsen in een YouTube video. En ik ben natuurlijk TikTok gewend. Dus ik ben gewend om lekker veel eruit te knippen. Niet te lange gesprekken voeren. Dus laat me even weten wat jullie leuk vinden om te zien. Zeg maar, hoeveel van mijn slappige ouwe hoer willen jullie horen? Ik vind het dus best wel een ding om in je eentje naar een haute couture fashion show in Parijs te gaan. Ik denk sowieso al de hele dag van, wat is mijn leven? Dat ik hier gewoon met mijn nicht kan zijn die een fucking haute couture show in Fashion Week in Parijs mag lopen. En dat ik dan ook door mijn werk en zo gewoon erbij mag zijn. Is wel echt gewoon even een besefmomentje. Ik zag toevallig dat ons hotel best wel dichtbij een tentje zit waar ik de vorige keer met Marijn heb geluncht. En natuurlijk, als ik in Parijs ben, dan moet ik een croque-monsieur eten. Ik onthoud bestemmingen echt aan het eten. De vrienden waarmee ik reis worden ook altijd moe van mij, omdat ik iedereen gewoon vet mest op reis. Dus ja, ik heb volgens mij nog iets van 2 uur voordat ik me moet gaan aankleden voor de show. Ik heb mijn make-up half gedaan. Even snel een outfitje aangetrokken en dan ga ik even snel wat eten. En dan ga ik daarna mijn look afmaken voor de show. Kijk, dit tentje heb ik de vorige keer met Mar geluncht. Dit is dus heel chill aan Parijs, dat best wel veel mensen zitten gewoon in eentje te eten. Sowieso heb ik daar net zo heel veel moeite mee, in eentje aan het eten gaan. Maar aan de andere kant heeft het toch altijd iets gekkers, omdat ze altijd zeggen, komt er nog iemand bij u zitten of tafeltje voor 2. Oké, ik heb me even snel klaargemaakt voor de show. Ik hoop dat jullie het een beetje kunnen zien, maar ik heb dus een two-piece aan. En die rok is echt mega lang. Hij loopt helemaal tot de grond. Ik doe dit jasje er even overheen en dan gaan we. Jou niet helemaal heb omgechanged naar mijzelf. Echt een mini-me. Wow. Goedemorgen. Oh, ik weet echt de god niet meer wat ik gisteren allemaal wel niet heb gefilmd. Maar we hebben nog 1 dagje in Parijs. Tenminste, we gaan eind van de dag naar huis. Gisteren dus de Nathan show gehad. Nathan. Was echt heel vet. Het was echt heel leuk om te zien, mee te maken en ik was erg trots. Vind jij er allemaal van? Ik zit weer even lekker in mijn neus. Oh, natuurlijk. Ja, nee, het zal ik ze niet. Hoe lekker ziet dit er allemaal uit. Kijk nou. Oh ja, hier kun je mij echt voor wakker maken. En? Zie je wat? Ja, maar het is heel lastig met mijn maat? Oh, wat vervelend. Bonjour. Oh, ook heel leuk. Echt leuk, hè? Ja, enig. Oh, het is echt een body. Ja, wat dacht je dan? Ja, dat het druk is om de kut zouden zien, hè? Sorry, maar ik ben zo verliefd op deze winkel. Kijk dit ook. Kijk nou, hoe enig. Deze Dior store. Ik was hier dus nog nooit geweest. Vorige keer was hij aan het verbouwen toen ik hier was. Maar dit is niet normaal. Er zit hier volgens mij ook dat museum in. Ja, ik wil hier koffie drinken. Ja? Vind je dat goed? Ja, natuurlijk vind ik dat goed. Wat. Ik loop hier ook echt als zo'n wappie. Ik kan bijna niks betalen in deze winkel. Maar ik vind alles geweldig. Maar Dior is gewoon echt van alle designermerken mijn lievelings. Omdat ik ervoor heb gewerkt. Dus ik weet ook alle geschiedenis van het merk. Dus dan
Heb je er gewoon meer mee of zo? Maar even, hoeveel was deze koffie nou? 13, 14 euro? Ja, dat is niet normaal. Maar ik vind het enig. Deze oppervlakkige muts vindt het geweldig. Even kijken of de koffie zijn geld waard is. Mijn koffie van net van 3 euro was lekkerder. Echt? Ja. Oh mijn god. We waren dus in de Jacquemus winkel, ik weet niet hoe je dat uitspreekt, maar daar mag je natuurlijk niet je drinken meenemen. Dus toen zeiden ze, ja, zet maar je koffie gewoon op tafel en dan kan je hem straks weer meenemen. Maar goed, Fifty had wat geshopt, dus het duurde iets langer, maar niet overdreven lang. Kwam ik terug, zeg ik, waar is mijn koffie? Die hadden ze even weggegooid, maar ik had echt pas 1 slok genomen, dus dat was toch jammer. Alsof die andere Dior winkel er niet genoeg was. Maar kijk, we staan even op de Champs-Élysées. Maar we willen even de Sephora leeg trekken. Het wordt echt veel te druk in de winkels. Maar gelukkig hebben we een reservering hier bij het restaurant. Vivian zegt dat het enig is. Oh, ze stapt hem ook flink door, jeetje. Hi. Oh, hi. Nou, ik ben nou wel fan van deze tent. Maakt niet uit hoe het eten smaakt. Ja, daar hou ik van. Oh my god. Ik hoor, ja, kijk, we hebben het tafeltje nog dichterbij gekregen. Wat een feest. Oh, nu ben jij donker. Wacht even hoor. Sander geregeld. Oh, wat goed van Sander. Bedankt hem even. Ja, Jules was het. Het begint alleen lekker te waaien, dus ze gaan het terras hier dicht doen. Maar het is echt een enige locatie. Gewoon midden op de Champs-Élysées zit je dan. We zitten echt al schandalig lang op het eten te wachten, maar het ziet er wel lekker uit. Nou, op het eten, op het drinken. We hebben nog niet eens drinken en we zijn er al een uur. Happy dance. Oh, het is dus echt niet normaal hoe lekker het hier ruikt in het hele restaurant. En ze hebben dus gewoon een eigen geur, interieurgeur, huisgeur. Hè. En die gaan we even meenemen. Kijk, dat is leuk. Die kan je gewoon hier in het restaurant kopen. Het zou toch pas vanavond gaan regenen? Sorry, ik voer echt heel mijn bek vol. De homegeur is niet geworden, want net als alles in deze toko duurde het echt mokerlang. Maar we moeten gaan, want de trein gaat zo. Dus geen lekkere homegeur voor ons. Nou, die is niet goed hoor. Vief, ik ga niet rennen. Debiel. Doe normaal. Wanneer alle Ubers je skippen, het regent en je moet binnen een uur je trein halen. Everybody's feeling warm. Ah, dat is ook wel moeilijk volgen, want als ik mijn arm te hoog in de lucht doe, dan flash ik heel Parijs. En ondertussen zijn we weer thuis. We moesten allemaal haasten in de regen voor de trein en was allemaal even gedoe. Het is nu zelfs de volgende dag en er is echt een mega storm. Het was zelfs noodweer vandaag. Ik kreeg dus gisteren de herinnering dat ik precies een jaar geleden ben afgestudeerd. En toen besefte ik pas van alles wat er nu gaande is, is allemaal in een jaar tijd eigenlijk veranderd en gebeurd. Niet normaal. Natuurlijk bedankt voor het kijken. Ik zou weer zeggen, like, abonneer, doe de groet aan je vader, je moeder. En ik zie jullie bij de volgende. Groetjes.